Hallo iedereen en welkom in de eerste video van deze nieuwe videoserie die gaat over het essentieproces, het bewustwordingsproces. En in deze eerste video wil ik het met jou hebben over wat is essentie. Want uiteindelijk, met alle gebeurtenissen op de aarde, worden mensen massaal in hun essentie geduwd met het oog om bewuster te worden. Maar wat is nu eigenlijk die essentie? Wel, net daarom creëer ik dus deze gratis videoserie, zodanig dat jij meer inzichten zou mogen ontvangen in de ware toedracht van een leven op aarde in deze speciale tijd. De ware toedracht van een leven op aarde is uiteindelijk de transformatie van energie via het alchemistisch proces waar energie telkens een andere vorm aanneemt. Weer een moeilijke uitleg, ik weet het. Maar van zodra je dit als mens begrijpt, dan zal je ook leren waarom je hier nu op aarde bent. Dan leer je wie je werkelijk bent en ontdek je wat je werkelijke gaven en talenten zijn, zodat je ze kan delen en gebruiken ten voordele van de wereld. En als meester beheer je eigenlijk alle elementen, water, vuur, aarde en lucht, en kan je die sturen om het leven dat jij wilt vorm te geven. Je geeft dus geboorte aan alles wat je naar je toe wenst te magnetiseren. Want uiteindelijk, alle elementen zijn ook in ons aanwezig, maar je vindt ze namelijk terug in je emoties, water, in jouw gedrag, je fysieke lichaam aarde, in jouw geest vuur en in jouw gedachten lucht. En zo ben je in staat om de zwaarte, de dichtheid van je fysieke lichaam te verhogen, waardoor dat je ascendeert. Nu, je geest en je ziel krijgen dan eigenlijk de kans om deel uit te maken van je fysieke lichaam. Het is niet zo dat je lichaam omhoog gaat tot bij je ziel. Integendeel, doordat je energetische frequentie verhoogt, is je ziel in staat om neer te dalen in je lichaam en deel te maken en deel dus te nemen aan je dagelijkse leven. En dit proces van ascensie of alignment of verlichting, waarbij dat je minder zwaar wordt, met andere woorden lichter wordt qua energie, kan alleen maar wanneer dat jij de tijd neemt om naar binnen te keren. Want enkele stilte kan je de roep van je ziel horen. En hoe doe je dat? Door je niet langer te laten afleiden door uiterlijke omstandigheden, door je eigen gedachten of door de fysieke illusies. En zo kan jij dan de waarheid van je ziel zien, horen en voelen. Luisteren naar je ziel helpt je om te ontdekken wat je te doen hebt op dit ogenblik. En dus via je horen, zien, voelen en weten, zal je ontvangen welke les je al hebt geleerd en geïntegreerd en welke dat je nog dieper mag gaan integreren. Nu, de manier waarop je energie dagelijks gebruikt, zorgt voor positieve of negatieve karma. En als je het pad van bewustwording volgt, dan zal je ontdekken waarop dat jij nog levensenergie die voor jou beschikbaar was, hebt gebruikt. Namelijk door lessen te leren, door obstakels te zien als momenten waarbij je leert over dualiteit, zal je zien waar je nog niet in balans bent. Waar is er nog onzuiverheid in je zijn? Waar koos je om energie te gebruiken vanuit je ego-gestuurd bewustzijn? En wat mag je nog veranderen zodat je beter afgestemd bent met je ziel en je diepste verlangens? Hoe meer je dus meester wordt over je gedachten, hoe meer je het ego laat werken ten dienste van je ziel, dan zou je merken dat je les geleerd hebt. En je hebt de les geleerd van zodra dat je die kennis ook hebt geïntegreerd als wijsheid in je dagelijkse leven. Dat betekent, je kan duizenden nog in cursussen en therapieën en coachings volgen. Maar zolang dat je het niet integreert in je dagelijkse leven en de manier waarop je denkt, waarop je spreekt, waarop je je gedraagt, niet aanpast, dan heb je uiteindelijk niets geleerd. Er zijn op het pad van ascensie en bewustwording immers steeds ook nieuwe lessen die mogen geleerd worden. En er is steeds ook een dieper niveau van je onderbewuste die nog parten speelt en jou dus op een negatieve manier beïnvloedt. Door de keuze te maken om te transformeren via innerlijk werk, zal jij in staat zijn om je volledig emotioneel vervuld te voelen, op elk vlak in je leven. En dus je zal weten wie dat je bent, wat dat je hier te doen hebt, en je zal er dus ook dan voldoening, geluk en overvloed uithalen. Want jij laat niet langer anderen of externe situaties bepalen hoe dat jij je mag voelen. Als je nog niet op dat punt gekomen bent waarbij dat je leeft op een onvoorwaardelijke manier en vanuit onvoorwaardelijke liefde in alles wat je doet, dan is de uitdaging voor jou nu net je blik nog te verruimen. Open je bewustzijn, verander je kijk op je emoties en gedachten. Leer je dierlijke behoeften beheersen zonder ze te negeren. Een stap voorbij de illusies van de dualiteit. Maar vooral, blijf niet hangen in het idee dat je geen keuze hebt, want dat heb je wel. Je hebt altijd een keuze. Je bent immers een krachtig wezen dat opnieuw mag herinneren en zien dat er geen licht kan zijn zonder het donker te erkennen. En dat is leren over de dualiteit, om te kunnen komen tot eenheid.
Door je schaduwkanten te erkennen als een verborgen deel van jezelf, zal je meer en meer in je licht gaan staan. Want je kijkt eigenlijk voorbij de mist en je ziet wat je al hebt bereikt en wat nog niet. En alles wat dat verloren is, of wat je verloren hebt, dat was ook niet voor jou. Het diende jou niet langer meer. Dus laat los wat dat jou nu nog tegenhoudt en het zal je veel vrijer laten voelen. Ontdek de overtuigingen die je nog steeds als waarheid beschouwt, maar die eigenlijk slechts kopieën zijn van voorouderlijke geloofsovertuigingen. Paradigma's die niet meer bij jou passen, emoties die niet van jou zijn en nog zoveel meer. Dus ga anders gaan kijken naar je leven. Wees je bewust van het spinnenweb waar je denkt aan vast te zitten. Want uiteindelijk ben jij degene die dit web heeft gecreëerd, dus dat betekent dat je het ook zelf kan veranderen. En dat is stappen in het proces van bewustwording, in ascensie. En laat je hogere zelf over je fysieke lichaam heen komen. Laat je energieveld volledig opvullen, je aura volledig opvullen met de essentie van je hogere zelf, zodanig dat je zou horen, voelen, weten of zien, en of zien, hangt er vanaf wat jij jouw voorkeurkanaal is, wat de volgende stap is in jouw bewustwordingsproces. En dat was mijn poes die net binnenkwam. Overvloed is ook voor jou weggelegd. En dus het enige wat je te doen hebt, is herinneren wie dat jij bent. Door het pad van bewustwording te wandelen, en je niet meer te laten vangen en dus die eigen gecreëerde vangenis dat ik zo net als een spinnenweb heb omschreven. Dualiteit en contrasten liggen nu eenmaal in jouw gedrag en liggen nog meer in jouw bewustzijn. En het is aan jou om de keuze te maken, om de bewuste keuze te maken om anders te gaan kijken. Anders te denken, anders te voelen, anders te zijn. Zodanig dat het van jou van dienst is. Zodanig dat je kan gaan leven vanuit een hoog bewustzijn. En uiteindelijk het leven van je wensen kan vormgeven. Dus voel je dat je nu vastzit, vraag jezelf dan af hoe dat je jouw emoties, jouw gedachten kan transformeren naar een hoger begrip van het proces. Want uiteindelijk gaat daar het proces van essentie en bewustwording over. We gaan altijd een stapje hoger, altijd naar de volgende les, altijd naar het volgende level. In de volgende video's, en in totaal zijn er 12 video's in deze serie, bespreek ik ook andere aspecten van bewustwording en essentie. Net zoals bijvoorbeeld de 7 fases waar we doorheen gaan. En die 7 fases heb ik ook beschreven in mijn boek, 96 Vlammen. Dus mocht je interesse hebben, dan kan je ook daarover nog meer lezen in het boek 96 Vlammen. Ik zal een linkje onderaan de video zetten waar je dit boek kan bestellen. Want het is nu eenmaal een feit dat spiritueel groeien niet meer hoeft lastig te zijn. Het hoeft ook niet meer lang te duren. Dus als jij daarvoor kiest, dan kan jij jouw ontwikkeling in eigen handen nemen. En dat is ook de reden waarom ik deze videoserie heb gemaakt. En waarom ik uiteindelijk ook dit boek heb geschreven. Omdat de vlammen, de universele vlammen die er zijn, jou helpen om eigenlijk je eigen healer te worden. Jou helpen om jou op weg te zetten, zodat je optimaal kan gaan leven in deze nieuwe gouden eeuw dat we allemaal samen aan het creëren zijn. Ik heb er ook heel veel informatie over en opgenomen over tweelingvlammen, want dat gaat ook helpen om iedereen die dat wenst, om een diepe zielsconnectie en liefde aan te trekken in jouw leven. Maar ook hier, voel voor jezelf wat dat jij nu nodig hebt, ga aan de slag en kijk wat dat de volgende stap is, wat dat jij nodig hebt, welke informatie dat je verder helpt. En gebruik jouw onderscheidingsvermogen om inderdaad die stappen te zetten en inderdaad jouw bewustwordingsproces echt te omarmen. In de volgende video, video 2, ga ik het hebben over het doel van ascensie, zodanig dat je nog beter begrijpt wat dat er gebeurt wanneer je wakker wordt. En om je een idee te geven, wil ik nog eventjes meegeven wat dat de volgende video's, de thema's van de volgende video's zijn. Video 3 gaat over de stappen in het ascensieproces en daarin geef ik een overzicht van de 7 fases en bespreek ik wel de eerste fase. In video 4 gaan we aan de slag met de tweede fase van het ascensieproces. En als ik het goed voor heb, ook de derde fase. Ja, de donkere nacht van de ziel natuurlijk. En dan in video 5 gaan we rond zielsverkenning aan de slag. In video 6 komt healing en verzoening met het zelf aan bod. In video 7 is zelfliefde het thema liever. En video 8, verlichting.
de fase waarin dat je eigenlijk zuiverkanaal geworden bent of ja, jezelf gaat gaan realiseren. Video 9. Heb ik het eventjes met je over ascensieverschijnselen, zodanig dat je ook weet wat dat je daar kan en mag verwachten. Video 10 gaat over overgave en vertrouwen. Een heel belangrijk thema die vaak aan bod komt tijdens individuele sessies met klanten. Video 11 gaat over en nu. En ik heb het verkeerd gehad, er zijn dus 11 video's, geen 12. Dus dat is hetgeen wat je mag verwachten in deze serie. Als alles goed gaat, wordt er elke dag vanaf vandaag de volgende video losgelaten, gepost op YouTube. En dan kan je die bekijken. Heb je vragen, zet ze onderaan deze video. Wil je met mij samenwerken? Klik op de link, zodat je in de website terechtkomt. En daar kan je dan zien op welke manier dat we kunnen samenwerken. En dat was het alweer voor deze video. En ik hoop je terug te zien in de volgende. Daag!